Ja, welkom bij Autisme TV. Ja, geen studio met een grote tafel en met gasten vanavond, maar een online versie. Een webinar, ook met drie gasten en die zitten klaar. En ik stel ze graag straks aan u voor. Het onderwerp vanavond is de prikkelbalans. Veel mensen met autisme hebben last van overprikkeling of onderprikkeling. En dat geeft veel hinder in het dagelijks leven. En dat is nog vervelender als je een verstandelijke beperking hebt. Nou, daar is nu groot onderzoek naar gedaan, wetenschappelijk onderzoek, de sensatie van een goed leven. En die resultaten gaan we vanavond bespreken. Maar de resultaten zijn ook verwerkt in een hele mooie website. En die gaan we vanavond laten zien. En we gaan zien wat de mogelijkheden zijn om met die site te doen. Dus zo kun je bijvoorbeeld op zoek naar je eigen prikkelbalans. Want die is natuurlijk voor iedereen individueel bepaald. Misschien is dit voldoende ter inleiding en ik stel mijn gasten graag aan u voor. En ik zet even een dia voor, zodat u kan zien... De eerste wie dat is Jeannette Lansman. Zij is projectleider van het onderzoek dat ik zojuist noemde, Sensatie van een Goed Leven. Zij is van het UMCG en zij gaat vertellen waarom er onderzoek is gedaan naar deze groep. Dan hebben we als tweede spreker Marieke Werkman. En zij is de promovendus van het onderzoek waar ik het zojuist over had. En zij gaat natuurlijk vertellen over het onderzoek en de resultaten die dat heeft opgeleverd. Een derde spreker vanavond is Bernadette Wijnker en zij is eindredacteur van de website. En zij gaat ons vertellen hoe die website werkt en wat er allemaal mee te doen is. Oké, dan stel ik voor dat we nu naar de eerste spreker gaan. En dat is Jeannette Lansman. Ik geef haar zo het podium. Misschien dat ze ook even de eerste minuut haarzelf introduceert en dan overschakelt naar een presentatie. Jeannette. Aan jou het podium. Dankjewel, David. En dankjewel ook voor de mogelijkheid om over ons project te mogen vertellen. En Autisme TV is natuurlijk hartstikke mooi. Met een, nu alleen al met ruim 160 luisteraars. Maar straks ook natuurlijk online beschikbaar en verder te luisteren. Want ik denk inderdaad dat wat wij gemaakt hebben in dit project... dat zoveel mogelijk mensen met autisme en verstandelijke beperking moet kunnen helpen. En met name dan ook de mensen die met hen te maken hebben, moeten helpen voor een optimale prikkelbalans. Dus we zijn erg blij met de uitnodiging, dat als eerste. Heel kort even over mezelf. Ik werk dus in het UMCG bij gezondheidswetenschappen, bij de afdeling toegepast gezondheidsonderzoek. Van daaruit hebben we ook dit project gedaan. En ik ga nu even kijken of het mij lukt om mijn presentatie te delen met jullie. Het is eigenlijk een verhaal wat we hier vertellen. En mijn verhaal is het stukje, het project. Wat is eigenlijk het startpunt geweest en hoe zag het eruit en hoe hebben we dat gedaan met z'n allen? Met verschillende collega's binnen gezondheidswetenschappen hebben wij de afgelopen 10 jaar allerlei soorten onderzoek gedaan naar hoe mensen met autisme deelnemen aan de maatschappij en waar ze tegenaan lopen. En dat doen we samen met mensen met autisme en met zorg- en kennisinstellingen, met belangenverenigingen, gemeenten, scholen, noem maar op. En prikkelverwerking is in dat onderzoek een terugkerend thema. En hier zien jullie een foto van mij waarin ik een presentatie geef, dat is 5 jaar geleden, op een congres dat altijd in Malle werd georganiseerd. En in de wandelgangen ontstond eigenlijk het idee om rondom dit thema prikkelverwerking een netwerk te vormen. Want eigenlijk... werd toen wel heel duidelijk, ook in die gesprekken die ik voerde en ook uit het onderzoek, dat er heel veel versnipperde kennis is. Dat er op allerlei verschillende manieren wordt gewerkt met mensen met autisme rondom prikkelverwerking. Het in kaart brengen daarvan is ook niet altijd even makkelijk. Met andere woorden, er was echt behoefte aan het bundelen van die kennis en dan met name vanuit al die verschillende perspectieven. Toen kwam er bij ZonMW vanuit het ministerie geld vrij om een projectaanvraag te doen. Waar dit heel goed in leek te passen. Dat ging onder andere over netwerkontwikkeling rondom personen met een verstandelijke beperking. En daar hebben we dus een mooie samenwerking gezocht met de partners die ik daar ontmoet op dat congres. En die ik had ontmoet in allerlei andere projecten. Dat liep een beetje uit de hand. Dat werden er nogal wat. Die betrokken partijen, dat waren er uiteindelijk zo'n 50 à 60. En het aantal mensen wat daarin vervolgens individueel deelnam was nog weer een stuk groter. We hebben dat project Sensatie van een Goed Leven genoemd en zijn hiermee gestart in 2017. Dus we zitten nu in ons afrondende jaar. We hebben een project gehad van 4 jaar. Wat ik nu even kort wil vertellen is waarom dit project nou zo belangrijk is. Dus waarom is eigenlijk, wat is eigenlijk het doel van dit project en wat willen we ermee bereiken?
En ook dat hebben we samen ontwikkeld met mensen met een verstandelijke beperking en autisme. En dat ziet er dan als volgt uit, even heel kort. Veel mensen met autisme hebben ook een verstandelijke beperking. David noemde het net al even. Prikkels worden anders verwerkt door deze mensen. Ze reageren daar anders dan verwacht op bijvoorbeeld... Nou, dit zijn de 5 bekende zintuigen. Die kennen we allemaal. Er zijn er nog veel meer. Hè? Je hebt ook zintuigen waardoor je voelt hoe je zit, bijvoorbeeld, of hoe je staat, hoe je beweegt. Waardoor je weet of je honger of dorst hebt. Dus er zijn heel veel zintuigen waardoor elke keer, elk moment van de dag, heel veel prikkels binnenkomen. En vooral de reactie op die prikkels is vaak anders dan je zou verwachten. Bijvoorbeeld, wat er kan gebeuren is deze mensen heel boos worden of zichzelf zelfs pijn gaan doen. Of juist zich terugtrekken en geen contact meer maken. Als het echt heel ernstig wordt qua overprikkeling of onderprikkeling. Dat is natuurlijk niet leuk, voor hen zelf niet, maar ook niet voor hun omgeving. En dat gedrag dat noemen we moeilijk te begrijpen gedrag. Want je weet niet precies waar het door komt. En dat te begrijpen is wat we wilden in dit project. En daarvoor wilden we iets maken om mensen met autisme zelf, maar vooral ook de mensen om hen heen, te helpen om dit te begrijpen. Zodat mensen met autisme en een verstandelijke beperking zich fijner voelen. Dat product dat maken we dus voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking van alle leeftijden en ook van alle niveaus. Dus van heel licht verstandelijk beperkt tot heel ernstig verstandelijk beperkt. Voor begeleiders, ouders en leerkrachten. En daar hebben we deze beelden bij gebruikt. En zo is ook ons logo ontstaan, zoals je onderaan in beeld kunt zien, van de sensatie van een goed leven. Deze 4 groepen stonden centraal in ons project. En de ontwikkeling van het product hebben zij ook heel nauw van begin tot eind aan meegewerkt. Van nou ja, wat moet dat dan worden? Want dat wisten we niet. In het begin wisten we niet wat we gingen maken. Dat het uiteindelijk een website is geworden, wisten we niet. Hoe hebben we dat nou aangepakt? Nou, met een heel moeilijk woord hebben we adapted intervention mapping gedaan en daarbij participatief actieonderzoek gebruikt. En in het schemaatje ziet dat er als volgt uit. We hadden eigenlijk 7 deelprojecten als het ware, waarbij de projecten 2, 3, 4 en 5 die je in het midden ziet staan, eigenlijk de stappen waren die we per jaar hebben gezet. Dus we zijn in het eerste jaar begonnen met het verzamelen van alle kennis vanuit allerlei perspectieven. Van daaruit zijn we gaan kijken, wat wordt dan het doel voor wat we willen maken, voor ons eindproduct. In het derde jaar zijn we het eindproduct, dus de website, gaan ontwikkelen. En in het vierde jaar, dus dit jaar, afgelopen jaar, is die website gelanceerd en zijn we hem ook gaan testen. En daar zijn we nog steeds mee bezig. Nou, en die andere projecten daaromheen, de deelname van alle betrokkenen, netwerkactiviteiten en ook het kennis delen en verspreiden, is iets wat we eigenlijk voortdurend hebben gedaan en ook willen blijven doen in de toekomst. En het stukje wetenschappelijke output, met een moeilijk woord, de wetenschappelijke artikelen en het uiteindelijke proefschrift, daar gaat Marieke straks wat over vertellen. En dat zit er met name op het stukje kennis verzamelen, maar heeft dus eigenlijk uiteindelijk op al die onderdelen invloed gehad. Op al die 4 fases van het project. En wat ik al zei, we hebben heel veel perspectieven bij elkaar genomen. Omdat als je op een heel klein gebiedje gaat zitten en als je bijvoorbeeld alleen als onderzoekers gaat kijken naar een bepaald onderwerp, dan ben je geneigd om in je eentje naar die olifant te kijken en alleen maar een slurf te zien. Of misschien niet eens een slurf te voelen, maar denken dat het een speer is, want je voelt net de slagtanden. En degene die de slurf voelt, die denkt, oh, dit is een slang. Dit zijn allemaal beelden hoe kun je nou met z'n allen, als je met z'n allen kan bedenken van, goh, ik voel dit en ik zie dat en ik heb dit uitgevonden. Goh, mijn ervaring is dat. Dat hebben we heel erg gedaan 4 jaar lang, ook in allerlei bijeenkomsten. En dat zag er een beetje als volgt uit. Dit zijn een paar foto's van 1 bijeenkomst. Met z'n allen op de grond tekeningen maken of juist aan een tafel. Gesprekken voeren met elkaar in grotere of in kleinere groepen. Heel veel uitbeelden, veel creatieve werkvormen. Maar ook interviews met mensen, observaties. We hebben heel veel nieuwsbrieven gemaakt en daar ook weer kennis in gedeeld. We hebben natuurlijk de website ontwikkeld uiteindelijk. Maar we hadden ook een filmjournaal. Dat is te vinden op YouTube, bij de Sensatie van een Goed Leven. Er staan verschillende filmpjes op over het project. Heel veel presentaties en natuurlijk het wetenschappelijk onderzoek. En wat in deze samenwerking heel belangrijk is geweest, en ik denk dat dat ook het project heel uniek maakt, is dat we als onderzoekers hierin heel flexibel zijn geweest. En niet alleen als onderzoekers, maar ook als netwerkdeelnemers. En met name natuurlijk afgelopen jaar in de coronasituatie.
Maar dat we ook een bepaalde mate van veiligheid hebben, waardoor je gelijkwaardig kunt communiceren met elkaar. Alle kennis en alle ervaringen die er was even belangrijk. En dat heeft iedereen goed kunnen voelen. En ik denk dat dat ook heel goed naar voren komt in het filmpje wat ik nu wil laten zien. Wat ik daarvoor wil vragen of die dat wil inzetten. Ja. En dan ga ik nu de video starten. Ik ben vandaag in Beterswaag als ervaringsdeskundige, omdat ik een lichte vorm van autisme heb. En wat ik doe is hier veel ervaringen brengen. Ik ben vandaag in Beterswaag als ervaringsdeskundige, omdat ik een lichte vorm van autisme heb. Wat ik doe is... Want ze wilde zo graag een meisje ook veel ervaring op. Doordat ik moeite heb met al die prikkels en niet te lang vat heb dat heel erg die balans ben ik aan het zoeken. Doordat ik moeite heb met al die prikkels en niet te lang vat heb dat heel erg die balans ben ik aan het zoeken. Mag ik nog wel meedoen? Ja, dan mag je hier niet meer zitten. Ja, zo'n dag als dit is natuurlijk prachtig. Om mijn ervaring te delen. Ja. En wat andere mensen daarvan vinden. Ik doe toch mijn eigen dingen. En ja, dat hoort dan bij mij. Ja, dat is dan maar zo. Ja. Dat dan uiteindelijk de spanning eruit komt, terwijl het overdag echt lijkt. Jij zei dat. Dat kan ik heel goed. Nu kan ik helemaal meedoen tot het eind. Maar ik weet ook, van als ik straks klaar ben, dan stap ik ook gelijk uit die wereld om naar mijn eigen wereld te gaan, om het zo maar even simpel te zeggen, en daar te ontladen. Dit is dan zeg maar de persoon met autisme en verstandelijke beperking. Hier heb ik een L op gezet. De sensatie van een goed leven is mij de juiste jas aan te reiken. Waarin ik me goed kan voelen, waarin ik gezien mag worden. En dat betekent eigenlijk voor mij meedoen net als ieder ander mens. Dan staat mijn autisme niet centraal, maar dan sta ik centraal. Dankjewel, David. Dit is een van de vele filmpjes die erop staat. En ik denk dat deze ook heel mooi voorbeeld geeft van hoe wij in het project hebben samengewerkt met mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Dit was Alice. We hebben ook samengewerkt met Andries. Alice en Andries werken voor de LFB. En zijn gewoon als medewerkers in dit project betrokken geweest. Je hoort in het filmpje hoe ze dat hebben ervaren. En ik denk ook, ik weet zeker dat hun bijdrage is heel waardevol geweest in ons project en nog steeds. Wat het uiteindelijk heeft opgeleverd, met name natuurlijk vanuit die kennis dat we gekeken hebben aan welke doelen willen we dat ons eindproduct voldoet en wat moet het dan worden. Dat waren eigenlijk vier doelen hadden we. En dat is eigenlijk algemene kennis over prikkelverwerking, autisme en verstandelijke beperking. Maar ook individuele kennis. Dus hoe kun je producten ontwikkelen of tools ontwikkelen waarmee begeleiders, ouders en leerkrachten die prikkelbalans goed in kaart kunnen brengen. En ook kunnen kijken van waar gaat het nou mis en hoe kan ik daarop inspelen. En dan vervolgens ook kiezen van de juiste aanpak. En als laatste was een belangrijke optimale communicatie tussen alle partijen. Dat moet ik even uitleggen. Dat is eigenlijk... werd heel duidelijk dat het best ingewikkeld is om over prikkelverwerking te praten met elkaar. En dat bijvoorbeeld een ouder vaak te maken heeft met een leerkracht, maar ook met een begeleider of een behandelaar bijvoorbeeld. En het dan heel lastig is om uit te wisselen met elkaar over die persoon met autisme en verstandelijke beperking. Nou, we hopen dat de website daar onder andere ook op ingaat. Dus dit is in het kort wat ik kan vertellen over het project, wat eind dit jaar dus afloopt, helaas, moet ik haast zeggen. Maar heeft wel een heel mooi eindresultaat opgeleverd. En hopelijk kunnen we met dit netwerk ook verder en vervolgstappen zetten om ervoor te zorgen dat Senzonate blijft bestaan. De website heet dus www.senzonate.nl. Ik had het al even in de chat gezet. En straks gaat Bernadette daar verder op in en meer over vertellen. Ja, dankjewel Jeannette. Helder verhaal. Ondertussen gaan er in de chat ook allerlei opmerkingen en vragen voorbij. Daar kunnen we straks wat meer aandacht aan besteden. Maar ik stel voor dat we nu naar het verhaal van Marieke gaan. Dus Marieke, ik wilde jou graag vragen op het podium te komen.
Ik ga ook meteen even mijn scherm delen. Dat is wel zo makkelijk. Nu is hij denk ik wel zichtbaar. Nou komt er iets. Ja, hij is nu zichtbaar. Heel fijn. Ja, bedankt. Voordat ik begin te vertellen, allereerst zal ik kort me introduceren. Nou, mijn naam is Marieke Werkman en ik werk als promovendus op dit project. Dat betekent dat ik met name kijk naar wetenschappelijke inzichten en ook onderzoek doe. En zoals jullie kunnen zien, de titel is prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Wat ik belangrijk vind te noemen, want ik zag het net ook in de chat voorbij komen, er zitten ook behoorlijk wat mensen bij die geen verstandelijke beperking hebben. Nou is het mooi te noemen dat ik daar ook heel erg op inga. Dus ook als je geen verstandelijke beperking hebt, is dit ontzettend interessant om te blijven volgen. Zoals jullie op mijn sheet zien, ook heel veel betrokkenen. Onder andere UMCG, RUG, de Universiteit van Groningen en de financierder. Voordat ik de diepte inga over wat we tot nu toe gevonden hebben vanuit de wetenschap, geef ik heel kort even achtergrondinformatie. Meeste denk ik al wel bekend. Maar als we kijken naar de groep met mensen met autisme, dan heeft 31% een verstandelijke beperking en de overige groep geen verstandelijke beperking. En wat we zien vanuit eerder onderzoek is dat het hebben van een verstandelijke beperking, dus echt die combinatie, over het algemeen leidt tot extra problemen in de communicatie en ook zoals dat heet en wat je net ook al toelichtte, het moeilijk verstaanbaar gedrag. En dat dat negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van bestaan. Maar we weten nog niet wat het effect is van prikkelverwerking. Dus of mensen met autisme, ongeacht het IQ, dezelfde prikkelverwerkingsproblemen hebben en daar ook gevolgen van ondervinden. Dus dat is wat wij onderzocht hebben. En vandaag wil ik dat uitsplitsen in drie onderwerpen. Allereerst, wat is er eigenlijk al geschreven over dit onderwerp? En dat biedt dan weer heel goed ingang over wat wij kunnen doen. En dat is geweest de relatie onderzoeken tussen prikkelverwerking en gedrag. Bij de hele groep autisme. En dan kijken of we een verschil zien tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. En hetzelfde geldt voor vraag 3. Alleen daar kijken we puur naar prikkelverwerking. Die splitsen we uit in verschillende soorten. Zoals bijvoorbeeld licht, geluid. Daarover straks meer. Maar dit is heel in het kort de drie onderwerpen waar ik bij stil ga staan. En na de uitkomsten, wat behoorlijk theorie is, heb ik nog een aantal dia's die ingaan over de praktijk. Dus wat kun je daar nou mee in het dagelijks leven, in je eigen leven, in ondersteuning? Dus ook dat komt op het eind nog aan de orde. Maar dus eerst, ja, wat weten we eigenlijk al over dit onderwerp? Hiervoor hebben we literatuurstudie gedaan. We zijn erin gedoken vanaf het jaar 2000 hebben we gezocht. Dat is de afgelopen 20 jaar. En wat we dan zien, is dat er 800 tot 1000 artikelen al geschreven zijn over prikkelverwerking bij mensen met autisme. En als we dan inzoomen specifiek op prikkelverwerking en gedrag, dan blijft er voor de groep mensen autisme en een verstandelijke beperking maar 10 artikelen over. En die 10 artikelen gaan grotendeels over de combinatie mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Dus daardoor kunnen we ook heel goed vergelijken van, zien we een verschil? En als we daarop inzoomen, dus wat komt er uit die 10 artikelen, dan zien we allereerst dat als we in het algemeen kijken, dat we geen effecten zien. Dus daarmee bedoel ik dat de meeste mensen met autisme last ervaren van hun prikkelverwerking. Dat ook rapporteren of dat de ouders dat rapporteren. Maar wanneer we inzoomen, dus wanneer we kijken naar specifieke subtypes, zien we wel een verschil in mate van IQ of verstandelijke beperking. En dat zal ik hier toelichten. Daarbij moet ik zeggen, we moeten heel voorzichtig zijn. Het zijn slechts 10 studies. En zoals je zag, er zijn 8000 over een ander onderwerp. Dus we zijn voorzichtig. Maar als we inzoomen, zien we dat onderreactiviteit meer voorkomt bij mensen met een verstandelijke beperking. En overreactiviteit minder. En dat lijkt dan juist weer meer voor te komen bij de mensen zonder een verstandelijke beperking. Maar nogmaals, heel voorzichtige conclusie. Dus wat ik wel belangrijk vind om te onderstrepen is dat er zowel aandacht moet komen voor de overprikkeling als dus ook voor de onderprikkeling. Dat die zeker niet over het hoofd moet worden gezien.
En omdat dit effect naar voren komt wanneer we inzoomen op verschillende types, is het erg van belang om ook te kijken naar die subtypes. Dus niet in het algemeen te bevragen van wat is iemands prikkelverwerking, maar echt te kijken naar hoe uitzicht dat. Is dat geluid, is dat licht, is dat hard geluid, juist dat iemand te weinig prikkels krijgt. Dus zoom daar juist op in. En een andere conclusie die we vonden is dat naast vragenlijsten, bijvoorbeeld vragenlijsten ingevuld door iemand met autisme zelf of door een ouder, het ook ontzettend belangrijk is om te observeren. En een andere mogelijkheid die er zelfs is, is dat er door middel van een stressreactie gekeken wordt in het lichaam wat dat teweeg brengt. En dat die combinatie van middelen eigenlijk de beste prikkelverwerking in kaart kan brengen. Dus dat is wat er tot nu toe voor dit onderzoek bekend was over dit onderwerp. En zoals gezegd zijn wij natuurlijk ook aan de slag gegaan. Wij hebben allereerst onderzocht wat de invloed is van IQ op de relatie tussen prikkelverwerking en gedrag. Zoals genoemd binnen de autismepopulatie. En gedrag hebben we uitgesplitst in emotionele en gedragsproblemen aan de ene kant en participatie aan de andere kant. En hiervoor hebben we vragenlijsten afgenomen bij ouders van kinderen tot en met 16 jaar. En ook verzorgers van volwassenen met een zware zorgbehoefte. En daardoor hadden we een IQ van lager dan 40 tot en met hoger dan 130. Dus ja, de hele autismepopulatie was gelukkig hierbij betrokken. En wat we dan vinden, is dat het heel wisselend is. Dus emotionele en gedragsproblemen vinden we wel een effect en bij participatie niet. En wat dat betekent is, als ik eerst even ga naar het geen effect, dat mensen met autisme, wanneer ze prikkelverwerkingsproblemen hebben, ook aangeven dat ze problemen hebben in de participatie. Dus dat betekent bijvoorbeeld moeite hebben met werk vinden, naar school gaan of wanneer van toepassing naar dagbesteding. En als we kijken naar de emotionele en gedragsproblemen, dat we een verschil zien. Daar zien we dat mensen met een hoger IQ meer problemen hebben bij meer prikkelverwerkingsproblemen. Dus we zien bij de hoge groep meer problemen. En mogelijke verklaringen hiervoor zijn bijvoorbeeld dat mensen met een hoger IQ het kunnen verbloemen. Of bijvoorbeeld hogere eisen vanuit de omgeving. Maar ja, dat zijn hypotheses. Dus dat hebben we niet bevestigd. Dus dat is wat we vonden over de relatie prikkelverwerking-gedrag. En tenslotte hebben we ook gekeken naar wat is nou de relatie tussen IQ en prikkelverwerking. Nogmaals, binnen de populatie mensen met autisme. De aanleiding daarvoor was ons eerste artikel. Want zoals ik al zei, we vonden daar een effect wanneer je inzoomt op die subtypes. Dus dat hebben we hier ook gedaan. We hebben gekeken naar onderreactiviteit, overreactiviteit en zintuigen. Dus bijvoorbeeld weer geluid, licht en de totaalscore, waar we geen effect vonden. En hier hebben we het beperkt tot kinderen. Dus mensen die ouders vulden een vragenlijst in over hun kind. En het kind was ja, maximaal 12 jaar oud. IQ was wel weer variërend van lager dan 40 tot en met rond de 130. Dus ook die is weer erg breed. En wat we hier vonden is allereerst ongeveer de helft van de kinderen heeft serieuze prikkelverwerkingsproblemen. En daarmee bedoel ik dus echt over een grens heen. Dus eigenlijk iedereen met autisme die ervaart wel prikkelverwerkingsproblemen. En belemmert het functioneren bij al meer dan de helft. Dus het is echt iets wat leeft bij de mensen met autisme. Dus een belangrijk onderwerp. En de meeste mensenproblemen worden ervaren bij de onderreactiviteit, bij het horen en bij de tast. Volgens de ouders, zoals ik al noemde. En ja, ik spreek over problemen, maar uiteraard er zijn ook heel veel positieve dingen die gerapporteerd zijn. Maar dit is juist iets wat we kunnen verbeteren, dus vandaar dat ik dat op deze manier heb neergezet. En als we specifiek weer kijken naar onze vraag, dus is er nou een effect met IQ? Is het korte antwoord nee. Dus elke persoon met autisme kan prikkelverwerkingsproblemen hebben in elk domein. Dus we kunnen niet zeggen, bijvoorbeeld die onder- en overreactiviteit is bij de een meer vertegenwoordigd. Ongeacht IQ worden er prikkelverwerkingsproblemen in verschillende domeinen gerapporteerd.
Dat is wat we in deze studie vonden. Vrij theoretisch, dit is wat we vanuit de wetenschap vonden. Samenvattend nog even, er is heel weinig dus bekend tot nu toe over dit vraagstuk, over prikkelverwerking en gedrag. En als we daarop inzoomen vanuit ons onderzoek, is de relatie prikkelverwerking en gedrag wisselend. En als we alleen kijken naar prikkelverwerking en IQ, lijkt er dus geen verschil te zijn bij mensen met autisme. Dus dat is de samenvatting. En zoals gezegd, omdat ik verwacht dat de meesten ook in de praktijk te maken hebben met autisme of met mensen met autisme, maak ik ook graag die koppeling. Mijn advies vanuit deze inzicht is: wees alert op over- en onderprikkeling. En onderprikkeling kan zich op verschillende manieren uiten. Dus bijvoorbeeld stel als iemand agressief gedrag vertoont, kan ook dat een functie zijn van onderprikkeling. Dus erg belangrijk om daar oog voor te hebben. Ten tweede dat prikkelverwerking ook in verband staat met andere gedragsproblemen. Sluit aan op mijn vorige voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld angst wordt vaak gekoppeld aan een prikkelverwerkingsprobleem. En ook dat, zoals ik al zei, de meeste mensen door ouders in ons onderzoek in elk geval gerapporteerd hebben dat er prikkelverwerkingsproblemen voorkomen. Wat ik al eerder noemde, gebruik meerdere methodes om prikkelverwerking in kaart te brengen. Dat is uiteindelijk het meest betrouwbaar. Dus naast een vragenlijst ook een observatie. We kunnen in dit geval dus niet stellen hoe lager het IQ, hoe meer problemen. Bij de tweede was het zelfs andersom en bij de derde geen verschil. Wanneer we kijken naar het in kaart brengen, is het ontzettend belangrijk voor elk persoon dat grondig te doen. Omdat je dus niet een bepaalde richting in type kan vinden. Dus zoek echt uit waar het nou bij de unieke persoon op vast zit. En tenslotte, ieder mens is uniek, dus stem af met de context wat de best passende benadering is. Dat was het wat mij betreft. Oké, dankjewel Marieke. Daar sta je. Ik ga introduceren en je gaat ook de website laten zien, hè? Begrijp ik. Ja, ik ga heel snel de website laten zien, want ik zie inderdaad ook heel veel vragen voorbij komen. Ik zal wel proberen om daar een beetje ook op in te gaan al. Mijn rol bij het onderzoek is, ik werkte voorheen bij de NVA. Ik werk nu als zelfstandig onderzoeker. En ik ben eigenlijk vanaf begin af aan bij de Sensatie van Goed Leven betrokken geweest. In eerste instantie vooral om de mensen met autisme, de ouders, begeleiders en leerkrachten. Dus echt de mensen die in het dagelijks leven te maken hebben met mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Om die te begeleiden. Om die te betrekken in het onderzoek. En ook die hun verhalen eigenlijk op te halen en hun tips ook mee op te halen. Zo ben ik er hierin verzeild geraakt. En wat ik verder in de website, ik heb samen met een creatief team van mensen die uit een netwerk dat Overstekend Beeld heet, hebben we eigenlijk het concept bedacht van Sensonate. En dat ga ik gewoon laten zien en dan ga ik dat verder toelichten. Even kijken, dan moet ik hier mijn scherm delen. Ik zie mezelf nou niet, maar... Ja, de website is nu helemaal te zien. Oké, dat was de bedoeling. Dit is dus de website. Dit is de homepage van de website. Wat we dus bieden is informatie en inspiratie voor een beter leven via een optimale prikkelbalans. Dus het is ook echt gekoppeld aan context. Je kan niet zeggen van nou, als je altijd maar dit doet, dan heb je altijd prikkelbalans. Het zou heel fijn zijn als we dat hadden kunnen bieden, maar dat is niet. Wat we hebben gedaan, we hebben iets gebouwd wat je eigenlijk op verschillende manieren kan doorzoeken. Dat hebben we ook gedaan omdat er eigenlijk verschillende doelgroepen zijn. En dat de een zei, ik vind het heel fijn om een overzicht te hebben. Dus bijvoorbeeld in een menu, dan kan ik ergens op klikken en dan ga ik van daaruit verder. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik moet beginnen. Ik vind het juist wel fijn om gewoon wat te gaan bladeren. Dat kan ook. En dan kom je dus zo door de artikelen heen. En dan hebben we ook nog een filter voor als je echt een heel specifieke vraag hebt. Hier kan je zeg maar heel specifieke hulpmiddelen opzoeken door net aan te vinken van hey, ik wil iets over kinderen, ik wil iets over jongeren of juist volwassenen. Met een lichte beperking, matig of ernstig.
En dan kun je ook nog kiezen voor specifieke zintuigen. En of het gaat dan om onderprikkeling, overprikkeling, balans vinden. Ik ga eerst nog even iets anders uitleggen. Je ziet hier bij de artikelen, zie je ook icoontjes staan. Deze. Nou, dit potloodje, dat staat voor, dat zijn artikelen. Dus dit zijn dingen die je kunt lezen. Je hebt een aantal ervaringsverhalen, die herken je aan deze spreekballonnetjes. Dan heb je de tips, dat is dit symbooltje. Dat is een soort uitgetekenpuntje, een soort rondje, iets die eruit springt. En dan heb je nog dat is een soort meetinstrumentje, maar dit zijn de hulpmiddelen. Dus als je een soort kammetje, meetinstrumentje, dat zijn dus tools eigenlijk. Dus je hebt tools, ervaringsverhalen, artikelen en tips. Want dat is echt bedoeld voor, met name voor ouders, begeleiders, leerkrachten. Dat waren wel de primaire doelgroepen. Maar je kunt daar, als je zelf autisme hebt, ook mogelijk mee aan de slag. En wat kun je daarmee doen? Als je dat een download documentje, maar dat heet jouw prikkels en behoeften. En je kunt dat gebruiken om, dat is eigenlijk een soort startpunt, om in je eigen woorden, maar dat kan ook in beelden, te delen wat volgens jou in jouw leven belangrijk is voor om een fijn leven te ervaren en een optimale prikkelbalans te ervaren. Nou, je kan dat doen door dat zelf in te vullen. Je kan ook kijken van, we laten dat door meerdere mensen invullen, allemaal rond één persoon. Dat is ook een tip die hier dan bij staat. Dan kun je met elkaar delen van, hoe zie jij dat, van wat belangrijk is voor deze persoon. Er staan een aantal onderwerpen in. Daar kun je ook nog eerst wat achtergrondinformatie verzamelen, als je daar behoefte aan zou hebben. Dat zijn allemaal informatie die je ook op Sensinator vindt. Nou, als je hem dan downloadt, dan kom je hier. En dan krijg je eigenlijk alleen maar open vragen. Dat is een heel bewuste keuze. Er zijn natuurlijk ook vragenlijsten echt om een prikkelprofiel in kaart te brengen. Die staan ook op Sensinator. Maar dit is echt een bedoeld voor mensen die er dus niet voor gestudeerd hebben, maar er wel elke dag mee te maken hebben. Dus op deze manier, dit kan zeg maar een hulpmiddel zijn om echt in het dagelijks leven eigenlijk te observeren bij jezelf of bij je naaste van hoe werkt dit. En dan hebben we aan het einde daarna nog van suggesties van, kijk, soms ontdek je zelf al wat dingen dat je denkt, nou, als ik dit doe, dan word ik altijd rustig van, of dan voel ik me gewoon weer lekkerder. Of als iemand anders dat tegen mij zegt of dat doet, dan gaat het beter. Dus dat soort kennis verzamelen, dus dat is echt dagelijkse kennis verzamelen, daar is deze download voor bedoeld. Even kijken, nou, dan ga ik weer even terug. Dit gaat eigenlijk over signalen. Dat is wat we hebben gedaan. Dus echt per zintuig hebben we opgeschreven van hoe kun je nou, hoe werkt dat zintuig? En wat zouden signalen kunnen zijn van, ik ben hier overgevoelig voor. Of ik ben hier ondergevoelig voor. Dus ik reageer hier eigenlijk te weinig op. Nou, dit gaat dan over aanraking, maar dat hebben we ook voor geluid. We hebben dat eigenlijk voor alle zintuigen. Voor een heleboel zintuigen in ieder geval opgeschreven. Voor pijnprikkels hebben we bijvoorbeeld ook. Als je een overzicht wil van artikelen, dat vind je steeds, dat kun je hier bovenin. We hebben ook een aantal overzichtspagina's. Dit zijn eigenlijk allemaal artikelen. En je hebt die ook voor alle met tips. Dus dat vind je via het menu. Dus dit menu kun je openen en sluiten. Dus je hebt hier overzichtspagina's met tips, met artikelen, met hulpmiddelen en met ervaringen. En dit zijn eigenlijk de onderwerpen die terugkomen. En in deze onderwerpen zie je de doelen ook weer terugkomen. De prikkels is eigenlijk de algemene kennis. Jouw leven is van, hoe werkt het voor jou? Dus individuele kennis. Jouw aanpak is van, wat is er dan nodig in jouw individuele leven om verder, om beter in prikkelbalans weer te komen. En de inspiratie, dat zijn ervaringsverhalen. Dus dit zijn, die vind je ook weer hier als overzicht en hier is dan meer een toelichting.
Ja, het enige wat ik nog even wilde laten zien, ik denk dat het misschien nog handig om te weten, van je kan dus ook nog doorzoeken of voor wie de website is. Dat is misschien nog wel een goede om even als extra ingang. Dus dat. Dus dit zijn eigenlijk de doelgroepen. Wat we gedaan hebben is bijvoorbeeld voor ouders, dan staan hier links naar artikelen die dan specifiek voor ouders bedoeld zijn. Dus je hebt zeg maar een indeling op onderwerpen en je hebt een indeling op doelgroepen en op vormen. Dat is eigenlijk even kort samengevat. Dan ga ik het even hierbij laten, denk ik. Hartstikke leuk, dankjewel. Ja, en dan zijn we nu aan het eind gekomen van dit webinar, de prikkelbalans. Ik bedank alle sprekers voor hun presentatie. En ik verwijs graag nog een keer naar de website www.sensonate.nl. Er verschijnt hier nog een beeld. En op de website van de NVA staan ook nog een aantal interviews met mensen met prikkelervaringen. Dus wellicht kan dat ook helpend zijn. Bedankt voor het kijken allemaal en graag tot de volgende keer bij Autisme TV.